In deze workshop gaan we aan de slag met een van de nieuwe functies van Adobe Photoshop Elements 9, het out-of-bounds effect. Daarmee laat je een deel van je foto uit een soort kader springen, waardoor het een driedimensioneel effect krijgt. Je vindt out-of-bounds bij de guided edits in Photoshop Elements 9 bij de fun edits. Klik op out-of-bounds om te beginnen. De eerste stap is om een kader toe te voegen aan je foto waaruit je je onderwerp zal laten springen. Klik op add a frame. En er verschijnt nu een kader in het midden van je foto. We moeten de grootte van dit kader zo aanpassen dat ongeveer de helft van ons onderwerp er binnen ligt en een andere helft erbuiten. De grootte aanpassen gaat gewoon door aan de zijpunten of hoekpunten te klikken en te slepen. Zoiets. Eenmaal de grootte van het kader geregeld is, moet je de oriëntatie ervan nog aanpassen, zodat het een driedimensioneel effect krijgt. Klik hiervoor op Shift, Option, Command en trek aan een van de zijpunten. Zo kan je het kader doen kantelen. Als je tevreden bent, klik je op het groene vinkje om te bevestigen. De volgende stap is nu om een witte rand rond het kader aan te brengen. Daardoor lijkt het alsof je een soort Polaroid kadertje rond je foto aanbrengt. Ook hiervoor gebruik je weer de zijpunten. Zorg ervoor dat dit witte kader ongeveer overal even groot is. Dus deze breedte moet ongeveer even groot zijn aan alle kanten. Het zou handiger zijn als dit automatisch ging, door bijvoorbeeld één waarde in pixels of centimeters in te vullen, maar goed, dat is waarschijnlijk voor Photoshop Elements versie 10. Klik op het groene vinkje als je klaar bent. En je ziet nu al een soort preview. Dit is het kader waaruit we ons onderwerp zullen laten springen. Nu moeten we het onderwerp selecteren. Daarvoor scrollen we in deze balk even naar beneden en klikken hier op het Quick Selection Tool. Op de foto gaan we nu ons hoofdonderwerp selecteren. We beginnen binnen het kader en breiden de selectie uit naar boven. Oops. Dat ziet er meteen al goed uit. Als je wil kan je hierop inzoomen om je selectie nauwkeurig te maken. En uiteraard door op Option te klikken kan je de selectie als het nodig is weer kleiner maken. Maar dit ziet er oké uit. Ik klik nu op Create Out of Bounds om het effect toe te passen. En voilà, eigenlijk zijn we hiermee al klaar. Je kan nog een aantal dingen doen om je foto af te werken, bijvoorbeeld er een schaduw aan toevoegen. Small, medium of large. Ik denk dat large wel oké is. En dan kan je nog een gradient toevoegen om die saaie grijze achtergrond door iets fleurigers te veranderen. Klik op oké. En kies hier een kleur die je bevalt. Dit is er wat over. Dat is beter. Zo, dat is het. Meer is er niet aan. Klik op Done om het effect te bewaren of op Cancel om opnieuw te beginnen. Als je wil kan je in Full Edit eens gaan kijken wat er achter de schermen allemaal gebeurt en dan zie je dat er bovenop je achtergrondfoto een heleboel lagen toegevoegd zijn waar je normaal met laagmaskers zou moeten werken om dit effect te krijgen. Ik denk dat we hier ongeveer 5 minuten mee bezig geweest zijn en dat is toch heel wat sneller dan het vroeger ging.